Het is maandag 20 maart en het zou zomaar eens de mooiste maandag kunnen zijn van het afgelopen voetbaljaar. En dat is niet alleen omdat Feyenoord heel veel afstand heeft genomen van de andere titelkandidaten. Maar ook omdat Mart ten Have en Audrey de Ridder weer op de bank zitten. Ineens heeft hij praatjes, hè? Nee, ik vind het gewoon gezellig dat jullie er ook zijn. Hoe is het op de roze wolk, Broes? Ja, heel erg goed. Roze. Ja, is ineens alles net wat beter. We hebben alles net is rooskleurig. Koude sausijzenbroodjes gegeten. Heerlijk. Die smaken nog steeds heerlijk. We hadden vanochtend water met een goor smaakje eraan en toch vond ik het eigenlijk wel lekker. Ja. Dus alles is echt een stuk beter. En ja, ook dat jullie hier zijn, dat ben ik gewoon heel erg blij. Ja, leuk voor je man. Gefeliciteerd. En Audrey, jij als Ajaxiet. Ja, leuk voor je. Dat is goed gezegd. Dankjewel. Ja. Dat is super sportief van je. We hebben elkaar heel lang niet gezien, Audrey. Nee, hoe voelt het om terug te zijn? Als vanouds. Ja? Ja. Is dat positief? Nou ja, normaal zit je bij ESPN nu. Ja, klopt. Dat is hier wel leuker, of niet? Lekker zijn jullie. Nou ja, daar zit ik niet ik zeg niks. In de podcast. Nee, dat is waar. Dat is waar. We zijn heel blij dat je er weer een keertje... Super. Ik ook. En een goede dag uitgekozen. Dat kan je wel zeggen. Genoeg om te bespreken in ieder geval. Maar we beginnen toch echt even met de klassieker. Ja, man. Ik vond het fantastisch. Ik heb in één wedstrijd echt ongelooflijk veel spanning gehad. Echt gedacht van, het zit er helemaal niet in. Tot van... Je kan ze helemaal kapot spelen. Dus ik ging echt alle kanten. Ja man, het was zelfs als neutrale kijker een enorme rollercoaster. Waarin ik Ajax bij vlagen supergoed vond. Feyenoord bij vlagen supergoed vond. En ik het ook eigenlijk af en toe heel erg slordig vond. En de onderlinge verschillen binnen beide ploegen waren ook heel erg groot. Weet je wel? Er waren ook echt spelers die bijvoorbeeld uit de toon vielen, vond ik. Nou ja, Bessie is natuurlijk een makkelijk slachtoffer. Mm-hmm. Maar het is wel bijzonder dat een gozer die je gehaald hebt als topaankoop dan zo voor de dag komt. En ja, uiteindelijk was ik ook een soort van blij toen die 3-2 viel, terwijl ik helemaal niet voor Feyenoord ben. Omdat het gewoon prachtig... Ja, ik weet niet, het was gewoon een soort slot van een prachtige wedstrijd. Ja, ik moet ook wel zeggen, op een gegeven moment toen het lang 2-2 stond, dacht ik ook wel echt van ja, als het nu een gelijkspel is, dan ben ik soort van ook niet tevreden of zo. Dit voor je beet. Nou ja, nee. Maar als voetballiefhebber voelt dat dan, zeker bij zo'n beladen wedstrijd, ik bedoel, Kökçü die geen handen schudt en zo, dat zet de toon voor die hele wedstrijd. En als je dan in gelijkspel eindigt, is het toch een beetje van... Ja, hij gaf climax. Hij gaf één grensrechter een hand, toch? Ja. Hij kwam later nog terug. Ja. Toen Makkelie riep hem terug van hallo. Maar het enige wat ik niet zeker weet is van... Je geeft natuurlijk als je aankomt lopen, zeg maar, geef je elkaar een hand. Ja, dat deed hij ook niet. Nee, alleen zag je... Ik weet, misschien was dat daarvoor al gebeurd. Volgens mij stond Kökçü er wel al. En daarna, na de tos, geef je elkaar weer een hand. Toen gaf hij inderdaad alleen die grensrechter een hand. Toen kwam hij terug voor Makkelie. Ja, ik weet niet. Ik denk dat er genoeg te zeggen is over het gedrag van Orkun Kökçü buiten het veld. Maar ik vind dit wel makkelijk om hier dan heel erg op te gaan focussen. En ik vond hem in de wedstrijd bij Vlaag alweer echt heel goed. Ik vond hem de eerste helft echt niet sterk. Nee, oké, waarom niet? Want ik vond Feyenoord al geheel een slechte eerste helft spelen. Maar die tweede helft maakt voor mij een hoop goed. Ja, nee, dat is absoluut waar. Ik denk die eerste helft wel echt heel erg goed gedaan door Ajax ook hoor. Van Ajax pakte... Feyenoord had heel even het initiatief. En Ajax pakte dat echt volledig over. En waardoor Feyenoord ook helemaal niet de kracht kwam. En want alles zat wat in dan? Nou ja, Feyenoord ging ook opeens allemaal dingen anders doen. Ik vond dat er heel erg... was het niet opportunistisch, maar niet echt van je eigen spelidee werd uitgegaan. En dat merkte ik heel erg van vrije trappen. Ik had het ook getweet. Vrije trappen die werden van net over de middenlijn werden die al gebruikt om te pompen, zeg maar in de 16. Baks die alleen maar lange inworpen ging doen. En tuurlijk zijn het wapens, of kan je het gebruiken tegen... Misschien was het ook een afspraak, hè? Omdat Ajax natuurlijk niet super sterk is bij standaard situaties. Maar ik dacht van ik had wel heel erg het gevoel dat je van je eigen dingen afstapt. En ik weet niet of dat een keuze was... Of dat het misschien een beetje angst was of zo. Voor Ajax. Ja, want dat idee had ik ook. Want het gaat er natuurlijk heel vaak over dat dit Feyenoord voor niemand bang hoeft te zijn. Dat ze altijd hun eigen spel spelen. Maar ik had toch ook wel een beetje de indruk dat ze wel een klein beetje zenuwachtig waren in die eerste helft. Ja, zeker. Maar dat is het ook. Ik denk, die arena ging op een gegeven moment toch weer een beetje leven. En zeg maar, je merkt ook onderling overtredingen en ruzietjes en dingetjes echt al heel snel. Volgens mij is Idrissi in minuut 7 alweer helemaal klaar met zijn leven. En, ja, maar dan merk je wel, als je dan net even bepaalde afspraken niet nakomt en zo, dan kan je ook niet meer in je spel komen. Zeg maar, die creativiteit en zo, dat krijg je niet als je niet de basics erin houdt. Nee, dat is waar. Volledig eens hoor. Want daardoor kom je op een gegeven moment, als alles gewoon duidelijk is en de afstanden en alles kloppen, dan kan je dus die extra individuele kwaliteit gaan laten zien. Ja, en dan zie je zo'n Kökçü. Ja, dan zie je wat hij kan. Eens, maar ook Wiever bijvoorbeeld. Hè, die zei het ook na afloop in het interview. Zei hij van eerste helft, ik eiste gewoon veel te weinig bal op. En tweede helft zie je hem daar weer voetballen en één keer raken en alles. Ja, dat is van zoveel waarde, man. En dan die rode kaartmomenten, of die het dan niet waren. Wat vond je daarvan, Broesie? Ja, ik zou die gekleurd. Ik denk dat hij die tweede wel moet geven. Ik vind, het is gaat Kudus gevaarlijk door volgens mij. En het is wel echt een bewuste overtreding. Bij die eerste zou je kunnen zeggen dat dat geen geel had moeten zijn, omdat daarvoor volgens mij een overtreding op Szymanski gemaakt wordt. Maar ja, die geeft hij niet. Ja. En dat was ook een gele kaart, vond ik. Ik vond het geen slimme overtredingen. Ik vond het prachtig om te zien dat... Tenminste, even het hele verhaal. Prachtig om te zien dat Hartman zo baalde en zo teleurgesteld was in... Tranen in zijn ogen. Die jas over zijn kop. Ja. Bijlo die achter hem zit en die jas wegtrekt en zegt... kop op. Ja, maar ik vind het ook terecht dat je zo reageert. Het laat toch ook zien dat je niet voldoende ervaring hebt als je geel op zak hebt en zoiets. Ja. Ja, maar het is mooi om te zien dat hij zo baalt van zichzelf. Ik vind dus wel dat Makkelie, die heeft best wel een constante lijn, weet je wel. Zoals Nijhuis dat op een hele negatieve manier heeft hij dat op een vrij positieve manier. En hij doet dit best wel vaak niet. Dat hij geen gele kaarten geeft voor dit soort type overtredingen waarbij er niet echt extreem veel gevaar is, maar je de meeste scheidsrechters wel een kaart ziet geven voor het onderbreken van een kansrijke aanval. Dus ik vond zijn verdediging na afloop voor de camera's, vond ik op zich wel te begrijpen. Ik snap dat als jij Ajax ziet bent, dat je super boos bent. Maar ik vond dat hij zei, ja, er is geen gevaar voor de speler en het is op eigen helft. Vond ik wel iets voor te zeggen. Ik vond die overtreding van Idrissi op de enkels... Ja. Vond ik veel gevaarlijker. Want gevaarlijker, niet bewust, maar wel gevaarlijk. Nee, oké, niet bewust, maar het is wel je eigen verantwoordelijkheid dat je jezelf in bedwang houdt. En als jij per ongeluk op iemands enkels terechtkomt, kom je alsnog op die enkels terecht. Maar dus daar had hij wat mij betreft wel harder op mogen treden. Wat jij zegt, wat hij achteraf zegt, dat matcht niet met hoe hij in de wedstrijd tegen Hartman zegt. Het was duidelijk dat hij tegen Hartman zegt, ik match je nu. Doe voorzichtig. Want je zag Hartman zeggen, ik weet het. Het was heel duidelijk dat hij zei, je komt hier heel goed weg. Dat was, dus als je dan achteraf zegt, nee, er was geen kaart. Dat is raar. Maar waarom is dat dan raar? Want het is, als scheidsrechter is het ook zaak dat jij een wedstrijd leidt, weet je wel. Dus daar kan je ook spelers dingen tegen spelers zeggen, toch? En ik denk dat als Makkelie echt gevonden had dat hij rood had moeten geven, dat hij dat wel gedaan had. Het is wel waar dat scheidsrechters, hoe eerder het in een wedstrijd gebeurt, toch wat... voorzichtiger zijn met het geven van kaarten. En ik geloof hem wel na afloop, maar ik denk dat je wel een punt hebt. Ik bedoel, dan suggereer je dus dat hij dat tegen Hartman ook een beetje aandikt om de wedstrijd te kunnen leiden of zo. Ja, autoriteit, toch? Ik denk ook dat het niet verkeerd is. Ik denk dat die eerste kaart, wat jij zegt, dat meespeelde. Dat die dacht van, die was niet super duidelijk per se. Ja, maar ik weet niet of door die overtreding ervoor. Zou hij dat zelf zo snel richten? Ja. Ik weet niet, maar ik vind het volledig eens. Het is een belangrijk onderdeel van de wedstrijd en hier gaat het over. Maar ik denk dat het... Het hele verhaal is dat het ongelooflijk knap is dat Feyenoord het weer flikt, zeg maar. En door blijft gaan. En wij waren vanochtend dus even in dat hotel van Jong Oranje. Daar liep Hartman met een grote glimlach met iedereen te ouwehoeren. Want we hebben een podcastje opgenomen met Mickey van de Fan. Dat was superleuk. Waarschijnlijk morgenochtend online. Maar ook Lopez. En ik zei vorige week nog dat ik dat eigenlijk geen back voor Feyenoord vond. Viel echt... Ja. Hij speelde heel indrukwekkend in, fucking man. Goed. Ja. Hij speelde echt fucking goed. Een paar keer dat hij dribbelaartje op links. Een paar keer dat hij wel weer zijn voet intrekt in een duelletje dat ik denk van Marcos, kom op man. Ja. Maar hij speelde echt heel goed. Maar wat was er eerste gedachte toen je besefte dat hij erin moest gaan komen? Nee, zo erg heb ik het niet met hem hoor. Zo erg, ik zag zijn kop en ik dacht, nou, dit ziet er helemaal niet goed uit. Zeg maar, zijn hele uitstraling was wel een beetje van kut. Ja, dat heb ik niet, is mij niet zo... Nee, want... maar ik vind hem ook niet zo slecht. Namelijk. Nee, jij bent al wel een lange tijd iets positiever dan menigeen. En wat betreft Hartman vind ik dat er eigenlijk heel weinig echt kritiek op hem is. Want ik vind dat je ook wel... Hij neemt natuurlijk het risico dat hij rood krijgt. Het hele resultaat voor Feyenoord weg. Ik heb hier een zieke discussie met mijn vader die eigenlijk nog steeds rondgaat. Zeg maar, we hebben elkaar nu 2 dagen niet gesproken, omdat we het eigenlijk gewoon niet eens worden over dit. Maar ik heb vrijdag gezegd dat ik gewoon Hartman nog niet vertrouw in dit soort wedstrijden. Want jouw vader is ook voor Feyenoord? Ja, of alleen voor Florian? Nee, ook voor Feyenoord. En ook voor Liverpool trouwens. Ook voor Real Madrid? Nee, dat niet. Maar ik heb dat nog heel erg van. Ik vind dat hij moet dat nog leren. En oké, je leert dat alleen door in deze situaties te komen. Maar hij moet het nog wel echt leren. Want hij heeft het gewoon. Die eerste overtreding op Berghuis is 1 omdat het Berghuis is. En 2 omdat hij zich wil laten gelden. En dat kan niet. Je kan niet na 5 minuten tegen Ajax, tegen Kudus met een gele kaart. En... ik denk dat hij dat nog heel erg moet leren. En dat is helemaal niet erg. Maar dat komt er nog wel. En ik ben blij dat je dan een trainer hebt als Slot. Die grijpt gewoon keihard in. Ja, maar wat vindt jouw vader dan? Die vindt dat Hartman er al wel is. Oké. Maar gisteren even niet. Ja, maar hij gebruikt ook hele rare argumenten. Af en toe even niet. Dus zoekt hij nog een baan? Ja. Nee, mooi man. En ik vond trouwens bij de gelijkmaker dat juichen van Berghuis... vond ik echt fucking mooi. Misschien jij als Feyenoord supporter niet, maar de oprechtheid daarvan vond ik echt heel vet. Ja. Het is zo'n mooie wedstrijd in, man. Zeker. Het laat ook heel veel frustratie bij hem zien die ontstaan is... naar aanleiding van zijn weggaan bij Feyenoord. Wat super logisch is. Ja. Ik bedoel, kijk... Als je ziet hoe mensen met hem omgaan... en hoe beladen hij in de Kuip was... dan snap ik heel goed dat daar een heleboel emotie loskomt. Ja, dat vind ik ook echt helemaal niet erg. Nee, ik ook niet. Alleen het is wel... tenminste, ik kan er een beetje inkomen van als je... Ja, je kan niet beseffen zeg maar, dat iemand zoveel is bedreigd en zo. Dat is best lastig om te beseffen. Alleen het voelde ook wel gek... omdat je hem ook zo als Feyenoord hebt gezien. Zeg maar. Alles hebt zien doen. Ja, maar dat is het lastige ook. Want rivaliteit is wat mij betreft wat voetbal mooi maakt. Dus het is super logisch dat je iemand die naar de aartsrivaal gaat intens haat. Dat vind ik volledig te begrijpen. Wat ik niet te begrijpen vind is alle consequenties die dat heeft voor het menselijk gedrag. Dus dat is de moeilijke... Maar zonder dat hele verhaal is er wat voor te zeggen dat het een beetje... vreemd is hoe die dan zo loopt te juichen. Maar dat vind ik niet vreemd. Ik vind het alleen kut om te zien. Nou ja, ik vind in principe heel erg juichen tegen je oude club altijd een beetje vervelend. Nee, echt? Ja, ik wel. Oh, maat, als ik... Zeg maar, ik weet dat... Arsenal-fan, hè? Aan de Bajor, die is recht in de hart. Op dit niveau niet meer... Nou, heb je die... Ik weet niet of dat echt is, die story van Moedrik. Maar dan ik zou echt... Ik zou nog veel liever tegen mijn oude club scoren dan tegen andere teams. Ja, maar dat is omdat jij... er niet voor wordt betaald en het niet je werkgever is. En het is nee, wel maar echt ik vind het anders. Juist heel mooi. Ik vond Van Ginkel zijn blijdschap tegen PSV ook prachtig. Weet je wel, ik vind dat juist heel nice. Ja, maar dat is dan wel... Het is niet alsof hij ten eerste Vitesse en PSV... en hij was daarvoor ook weer van Vitesse. Ja, maar ik neem het echt niemand kwalijk als, weet ik veel... noem eens een speler die ooit bij Go Ahead heeft gespeeld... Kleinor Plet in de beker tegen Go Ahead scoort... en echt helemaal uit zijn plaat gaat. En ik ben dat echt niet kwalijk. Dit is een ander verhaal. Ik haat hem toch maar, maar je moet dan een pack Go Ahead. Ja, dan wel. Ja. Maar dan heeft er niks van het juichen te maken. Zijn er over jeugd gesproken. Ja, maar dat bedoel ik. Ik vind het nu mooi omdat ik Ajax ben. Maar als ik Feyenoord was geweest... dan had ik het echt super irritant. Ja, maar dan maakt het toch niet uit of iemand ingetogen juicht... of een koprol doet. Nee, dan vind ik dat je gewoon straight face terug naar je plek. Nee, man. Over jeugd gesproken... Vonden jullie mooie beelden hoe Feyenoord onthaald werd in Rotterdam? Zeker, man. Ja, nee, eerder natuurlijk de beroemde tweede plek die enorm gevierd werd. En ik vind dit supergoed te begrijpen. Ik ben er zelf helemaal niet van. Ik ben 1 keer naar de promotie van Go Ahead de bus op wezen wachten. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik dat gewoon na een wedstrijd ga doen. Maar het ziet er wel echt fenomenaal uit. Ja, maar dit is ook niet zomaar een wedstrijd, toch? Nee, oké, maar ik zou ook niet als Go Ahead volgende week van Zwolle wint... of weet ik van Ajax wint, zou ik ook niet daarheen gaan. Ik zou dat denk ik niet zo snel doen. Maar wel als het na zoveel jaar thuis... Er zit en een wedstrijd tegen Ajax en die geschiedenis en het naderende kampioenschap. Oké, maar ik vind het super sick. Ik bedoel, ik vind het echt fantastisch ja, maar van Feyenoord. Jij vergelijkt het alles met Go Ahead Eagles. Ja, omdat dat is wat mij bezighoudt wat betreft voetbal. Maar ik zou niet zo snel naar het stadion gaan. Je kan toch gewoon bredere belevingswereld aannemen? Nee, dat vind ik heel moeilijk. Ik heb een empathisch vermogen van jouw telefoonhoesje. Dus ik zou durven zeggen dat die meer... Ben jij erheen geweest of heb je overal... Nee, ja, dat wel. Alleen het kwam niet meer uit. Ik red het niet meer met werk. Met werk. Nee, je kan nu alsnog de fontein in, hè? Ja, dat kan nog steeds. Nou, Cas, onze redactiechef deze week, omdat Wouter op vakantie is alweer. Die heeft een hele lichte club. Die kwam vanochtend helemaal zeiknat binnen. En dat was niet omdat het regende. Ja, het is wel mooi dat we hebben een bord en daar zijn ongeveer 20 uitslagen ingevuld. Ik denk dat er 15 in het voordeel van Ajax waren. En dat hij gisteren, die wedstrijd was nog geen 5 minuten afgelopen... even in de chat zetten. Laten we morgen een special maken. Ja. Vond ik heel mooi. Dan heb je het goed begrepen. Ik hou echt van. Even concluderend. Feyenoord kampioen? Ja, natuurlijk. Mag uitgesproken 6 punten, worden, 8 wedstrijden nog. Ik mag dan ook nog wel zeggen dat ik het wel mooi vind... dat Feyenoord dus nog steeds... Kökçü, Weaver, Slot... dat ze gewoon nog steeds niet dat gaan zeggen. Maar vind je dat mooi? Ja, het voelt een soort als een... gewoon des Feyenoord. Nee, maar het voelt nu gewoon... Ja, maar dat is beter dan die... Het voelt nu gewoon om dat richting Ajax te overdrijven. En dat vind ik wel mooi over rivaliteit. Okay. Dat snap ik. Ik vond dan zeg maar... die teksten van Kökçü vond ik niet ijzersterk. Nee, ze praten te veel. Ze praten ook wel veel. Al die voetballers die altijd maar zeggen ze praten te veel. Maar je moet je niet laten kennen. Ja. Nee, daar ben ik volledig mee eens. En Bouyamba van FC Volendam, die zei ook in zijn documentaire... mensen praten te veel, dus ben je bij FC Volendam. Wees jij gewoon in op jezelf, maat. Zou ik ook tegen Orkun Kökçü willen zeggen. Orkun, komma. Richt je tot jezelf bezig. Dat worden allemaal bedreigingen. Die mogen nog steeds naar jaronblonk@fcafkikker.com. Nou, ik zou jaron@fcafkikker doen, want achternamen die zitten die hebben we niet in onze mail. Nee. Nee. Mooi nieuws, jongens. Ik ben blij. Ik ben blij dat ik het even met jullie besproken te kunnen hebben. PSV kwam tekort tegen Vitesse. En AZ kwam ook tekort tegen Twente. Die wedstrijd is gisteravond niet in Bord op Schoot besproken. Nee. Omdat, ik vind dat je daar best wel wat van mag zeggen, Wouter Boerkamp. Weet je, als je dan dat doet, weet je, neem hem gewoon mee. Neem er wat later op. Maar omdat dat de late wedstrijd is, is het niet besproken. Dus gaan wij dat nog even doen. Ja, wij ruimen wel weer de rommel op voor Wouter Boerkamp. Mm-hmm. Nee. Ik op vakantie. Ik... zat thuis op de bank in de tv-gids te kijken en er gaat dan... Wat? Nee, maar er gaat... gebeurde hier zojuist? Bij mij geen moment. Wij kijken elkaar aan digitale... Kijk je ook naar teletext? Ja, ik kijk ook op teletext. Kijk je ook het weerjournaal? Wat? Voetbal alleen, dus welke wedstrijden er te zien waren. En, dat vind ik echt het raarste, even nooit gehoord. Kijk je in de tv-gids? Ja, gewoon die digitale. Ja, oprecht. Maar je hebt toch gewoon livescore en zo? Flashscore. Letterlijk gewoon intypen AZ op Google. Nou ja, kijk, maar ik ging dus de afweging maken welke wedstrijd ik ging kijken. En toen zag ik dus al die prachtige internationale wedstrijden. En alsnog heb ik geen seconde overwogen om die eigenlijk echt te gaan kijken. Omdat ik veel meer zin had in Twente AZ. En ja, dat stelde ook niet enorm teleur. Wil het dat ik uiteindelijk wel een beetje teleurgesteld was in de uitslag. Omdat ik het gewoon heel leuk gevonden had voor de spanning als AZ daar gewonnen had. Richting het kampioenschap. En ik had het dus ook heel erg gegund naar de prachtige prestatie voor het Nederlands voetbal tegen Lazio. Ja, en ik had geld op AZ gezet. Oh ja, en dat is ook belangrijk. Dat is ook belangrijk, ja. Nee, FC Twente won met 2-1. Ugalde, wel mooi ook. Leuk voor hem. Ja man, kleine spelers die heel goed kunnen koppen. Maar hij moest ook echt nog doorsturen zo om hem erin te krijgen. Was hij de kleinste man van het veld? Jordi Klaasie, denk ik. Hoeveel centimeter scheelt het? 2,4. 4 centimeter. Oh, las ik. Hij heeft het ook echt uitgezocht. Nee, ik las een tweetje van iemand die zei... het is de kleinste man van het veld en iemand die hem verbeterde. Nee joh, dus Klaas is 4 centimeter kleiner. Dat is mooi ook hè. Ja, altijd als spelers die klein zijn... dat er zo'n verbazing heerst dat die goed kunnen koppen. Ja, ja omdat helemaal niet per se. Nee, omdat natuurlijk technisch is koppen gewoon een soort specialiteit. Of je nou heel groot bent of heel klein. Het is wel altijd, ja, toch iets extra speciaals. Ik vind dat bij Brian Linssen heel mooi. Mm-hmm. En ja, ik vond het alleen van AZ wel heel matig verdedigd. Als je ziet hoe ongelooflijk goed ze eigenlijk al die jonge spelers hebben ingepast, had ik hier niet echt rekening mee gehouden. Nee, want is het, als we naar deze wedstrijd kijken, is dat de echte verdienste van Twente? Of is het, dat AZ gewoon een zwakke beurt maakte? Nou ja, hun openingsfase was zo zwak dat het gewoon niet meer te herstellen was volgens mij. Klaasie zei dat ook. Dat was het. Klaasie zei na afloop ook van... in de eerste 20 minuten zijn we op alle vlakken afgetroefd. Maar zou dat dan wel... ja, ik vind dat moeilijk hoor. Want ik geloof er heilig in dat bijvoorbeeld Feyenoord en AZ... dat je ontzettende boost krijgt van zo'n Europese wedstrijd. Mm-hmm. Alleen nu zou je ook kunnen zeggen van... ja, misschien is het toch wel even net iets te veel gevraagd. Ja, ik denk dat... bij AZ. En dat is natuurlijk moeilijk meetbaar, maar dat stadions hier ook heel erg een rol in spelen. En natuurlijk zowel de arena voor de klassieker als de Grolsvest gisteren, die gingen echt tekeer. En dat je daar als thuisploeg zoveel extra energie van krijgt, dat als je niet helemaal top bent als uitploeg, dat het toch moeilijk is om dat gelijk te matchen. Weet je wel? En ik denk dat je dat bij Feyenoord een beetje zag, maar ook met de zenuwen. Bij Twente. Ja, en bij Twente. Dat liedje ook Welkom in de Hel. Van Enschede. Ja. Maar als ze dat zingen... Ik ben 1 keer in het Twente Stadion geweest... en toen dacht ik, dit is echt eigenlijk zo underrated. Wij zijn ook een keer in het Twente Stadion geweest. Ja, maar een ander soort wedstrijd. Klopt. Ga door. Gaat de Oranjevrouw zeker. Ja. Ja. Maar toen ik heb ook een keer bij Twente. Ik vind dat er echt niet genoeg over wordt gepraat... hoe vet het FC Twente Stadion is qua sfeer. Niet? Dat vindt iedereen toch? Ja, maar nee, het wordt altijd over de Kuip gepraat... en er zijn er zelfs nog Ajaxiden die de Arena durven te noemen. Ja, Twente heeft echt iets Duitsers gewoon. Duitsers. Oh, dat vind ik niet. Ik vind dat de sfeer in Duitsland enorm overschat is. Wat? En omdat in Duitsland wordt gewoon 90 minuten gezongen... of het nou 5-0 voor of 5-0 achter is. De tegenstander schiet een bal in de kruising... en die gasten met die vlag, die gaan gewoon zo door de hele tijd. Terwijl bij Twente wordt die wedstrijd ook super intens beleefd... en daardoor gaat het wel eens iets te ver. Ja. Maar ik vind ja echt die onvoorwaardelijke, extreme support bij Twente... die ook wel eens negatief doorslaat, vind ik echt heel erg vet. Dus ik kan daar enorm van genieten. En ja, goed, ik vind het ook leuk voor Ron Jans wel, dit. Maar hebben jullie dan ook dat waarom? Ja, omdat specifiek Niel hem zo haat. Dat ik had niks met Ron Jans, maar ik heb gewoon een enorme zwak gekregen voor Ron Jans. Omdat je gewoon alleen maar gehoord hebt hier al die jaren dat het een slechte trainer is. Dat hij dan dit bereikt. Dat is toch een kleine overwinning weer meer. Nou, nu krijgt Niel wel weer gelijk Pascal Jansen. Verliest. Ja. Slechte trainer. Ja, slechte trainer. Ja, precies. Maar hebben jullie ook het kniemoment gezien dan met Ugalde? Want ik denk oprecht dat zijn kruisband is geweest. Ja, zei Ron Jans dat nou na afloop of niet? Hij zei dat het even goed moest worden gecheckt, ja. Maar dat vind ik meestal slecht nieuws. Ja. Ja, want je zou denken van, hij loopt nog redelijk het veld af, dus dan zal het wel meevallen. Maar dat maakt bij kruisbanden helemaal niks uit natuurlijk. Nee. Ja. Maar is er een fitheidprobleem? Het valt bij Twente wel echt op, toch? Is het zo? Hoeveel mensen eruit? Maar dit heeft niks met fitheid te maken, toch? Zo'n kruisbandblessure. Als het een kruisbandblessure is, lekker speculeren. Nou, is dat zo? Misschien moeten we daar nog even mee wachten. Sterkere spieren en zo helpt wel mee, toch? Volgens mij niet, maar ik denk dat wij medisch gezien allemaal niet zo heel goed geschoold zijn. Ben je nou dokter of fysiotherapeut? Laat het even weten in de comments. Oh, ja. Ik dacht dat je dat aan beurs vroeg. Nee. Is je vader nou fysiotherapeut? Nee, is die ook niet. Sportmasseur. Oh. Nou, is dat dan, heb je dan net een lager diploma waardoor je zelf niet mag... Dat is echt wel top als je dat in huis hebt. Toch? Ja, zeker. Ik woon alleen al 10 jaar niet meer thuis. Maar, voor de rest... maar over een paar weken wel weer. Ja, over een paar weken wel. Dus heb je nog een huis in Amsterdam? Ja, laat het vooral even weten. Met een als je er 2 hebt... Ja. Ja, maar niet samen, want ik ga niet met Mart wonen in ieder geval. Daar zit echt niet op te wachten. Mocht je alle andere Eredivisie-wedstrijden daar ook wat over willen horen... luister dan de Bord op Schoot podcast. Gisteren was Sam Planting te gast bij Wouter Boerkamp en Nicky van der Gijp. Op dezezelfde podcastfeed en op hetzelfde YouTube-kanaal. Doe dat vooral. Dan gaan wij het hebben over... Dick Lukkien. Want het is uit. Beetje gek. Het nieuws is er, dus we mogen erover praten. Alleen dat nieuws had nog niet uitgelekt mogen worden. Nee, er gebeurden allemaal hele heftige dingen in het Hoge Noorden gisteren. Ja, ik wil het wel even bij Dick Lukkien houden eerst. Ja, maar denk je dat het een met het ander te maken heeft? Nee, ik wil het graag even bij Dick Lukkien houden. Heftige dingen in het Hoge Noorden. Zeker weten. Maar wat vonden jullie ervan? Het interview van Wouter Gudde bij ESPN. Nou... Hij suggereerde toch een beetje dat het allemaal expres was gelekt en zo. En dat vond ik wel een beetje vergezocht. Ja, maar ik snap niet zo goed waarom. Want even, Groningen heeft op 99% zeker hebben ze Dick Lukkien aangesteld voor komend seizoen. Is nu trainer bij FC Emmen. Strijdt tegen degradatie net als Groningen. En Wouter Gudde zegt, het is niet professioneel en het is onbetrouwbaar vanaf de Emmen-kant. Dat is ook wel zo. Maar welk voordeel heeft Emmen bij dat dit uitlekt? Dat snap ik even niet. Dat ze dan ineens verliezen van Heerenveen. Misschien dat de spelers het nog niet wisten dat er heel veel onrust is. Maar ja, ik denk dat ze sowieso niet hadden. Nee, maar dus jij denkt dat Emmen het gelekt heeft, zodat bij Groningen ik denk een bom dat zou zeker barsten? Niet. Maar ik heb het idee dat hij dat suggereert. Okay, dat suggereert hij. Want Emmen heeft dat het waarschijnlijk gelekt. Ja. Toch? Dat kan je zeggen. Want als het vanuit Groningen gelekt zou zijn, dat zou heel gek zijn. Weet je wel? Emmen staat er beter voor dan Groningen. Daar ben ik overigens ook niet helemaal mee eens. Want ik denk niet dat het per se slecht iets is om aan te kondigen dat Dick Lukkien volgend jaar je trainer wordt. Ik denk dat dat op zich best een positief voor Groningen. Is. Maar het is toch heel naar als jij Dennis van der Ree bent. Ja. Die spelersgroep weet dus nu... Wouter Gudde heeft zelf gezegd dat Van der Ree is meegenomen in het hele proces. Ja, oké. Maar kijk, als jij werkt ergens en de keuze is van of je verliest je baan... of je moet een stap terug doen, dan is het niet dat iedereen de luxe heeft om te zeggen, oké, later. Ik bedoel, als hij zegt, ik ben het je helemaal mee oneens, maar ik heb gewoon een hypotheek. Ja, maar met alle respect, Dennis van der Ree, die heeft toch niet bewerkstelligd bij Groningen wat je wil van een trainer? Nee, maar het gaat er ook niet om of hij dat verdient of dat hij het niet verdient. Het gaat erom of het een positieve weerslag heeft op je groep nu. Ja. Want als hij voor totaal onterecht... Dus mag je, als je een nieuwe trainer, wanneer was dan een goed moment geweest? Om na het seizoen. Dat kan toch niet? Hoezo kan het niet? Hoe wil je dat stilhouden? Anders dus vandaag. Dat blijft toch niet stil? Ja, maar dat blijft toch niet... Waarom zou je dat in godsnaam... Hoe kan je dat stilhouden? Nou ja, op de wedstrijddag zelf is wel... Nee, maar Bart zegt aan het einde van het seizoen... Ja, maar kijk, hoezo moeten er... Er hoeven toch niet heel veel mensen van te weten? Gunner moet ervan weten. Lukkien moet ervan weten. Maar je weet hoe dat gaat in de voetballerij. Heel Emmen moet ervan weten. Hoezo moet heel Emmen ervan weten? Omdat je je toch gewoon daar moet melden. Als je nu die gesprekken aangaat. Zijn contract is, het loopt af. Als je nu mag nu al praten. Maar ze willen toch nu ook een nieuw iemand gaan zoeken bij Emmen? Ja, je mag volgens mij je binnen 5 maanden voor het einde van je contract mag je gaan praten in Nederland. Oké, daar heb je misschien een punt. Dus, wat Audrey zegt, ben ik het ook wel mee eens. Dan zou het vanuit Lukkien, als die zou gaan praten met Groningen... en hij zou zelf niks zeggen tegen Emmen, zou dat ook wel vrij... Dat zou redelijk... Ja, het zou niet netjes zijn. Maar het zou misschien op dit moment wel beter zijn voor beide partijen. Want ik denk dat Emmen hier ook niet bij gebaat is. Nee, en daarom snap ik niet dat het vanuit Emmen gelekt zou worden. Maar zullen we het gewoon over de stap hebben? Wat vinden jullie daarvan? Ik denk dat het voor Groningen een supergoeie trainer is. Dat die man heel knap werk heeft geleverd door in zijn eentje die club redelijk op te bouwen. Ik denk wel dat hij heel veel credits gekregen heeft voor niet hele bijzondere resultaten met een vrij dure selectie in de Eredivisie. Dat hij ze gelijk heeft teruggebracht, vind ik redelijk knap. En nu staat hij er op zich ook oké voor. Maar voor Lukkien bedoel ik. Ja. Snap ik eigenlijk ook wel. Het is sowieso zijn club, waar hij volgens mij ook nog wat goed te maken heeft. Hij is er niet helemaal fijn weggegaan. Hij was assistent. Ja. Wilde niet met Flederis werken. Kon niet met hem door één deur. Maar het blijft wel zijn club, zeg maar. En hij wil het daar heel graag doen. Dus ik denk dat hij de potentie in Groningen ook ziet. Dat dit misschien eerder een uitschieter is naar beneden. Hoewel gewoon degradatie gewoon lonkt, hè. Ja. Maar nog steeds de potentie van de club, die is er daadwerkelijk natuurlijk. Maar dat is natuurlijk heel mooi. Had ik het net zo mooi gevonden als bij Emmen was gebleven. Maar sportief gezien kan het dus dat je naar een KKD-club gaat, terwijl je met Emmen handhaaft. Ja. Was André Wetzel toch toen, die met VVV degradeerde tegen ADO, terwijl hij al wist dat hij naar ADO zou gaan. Ja, hij kan natuurlijk nu ook gaan degraderen. Ja, dat is wel een gekke situatie natuurlijk nu met Emmen. Van, je zou kunnen zeggen van hoe gezond is deze situatie van... Kan Lukkien... Ja, en dat moet je niet... Je hoeft hem niet als persoon... Ja, je hoeft hem niet als persoon. Want ik denk dat iedereen... Dat je uiteindelijk wil winnen met de club waar je nu voor staat. Dat echt bij 90% van de mensen altijd zo is. Maar ik denk dat Emmen... Ze staan er nu goed voor. Staan volgens mij 4 punten voor op een degradatieplek. Lukkien niet gaat handhaven. Ik denk ook bijna niet dat het kan. Omdat die situatie er is. Terwijl hij denk ik supergoed in staat is om dat wel te doen. Zeg maar om wel zijn focus te houden op dat elftal. Gaat er natuurlijk een sentiment ontstaan bij supporters. Wat niet goed valt. Bij sponsoren die niet te onderschatten zijn. Qua bij impact, bestuurders misschien zelf. Bij bestuurders zelf. Dus ik zou het ook niet gek vinden als daar een nieuwe interim manager komt. Wie dat dan zou moeten zijn. Zou jij dat ook? Geen idee. Zou je dat ook doen? Nou ja, kijk. Emmen is natuurlijk wel in omvang als club echt gegroeid de afgelopen jaren. En als het sentiment in je stadion en bij je sponsoren heel negatief wordt, dan is het heel lastig om dat om te draaien. Omdat natuurlijk, er is niet echt haat vanuit Groningen richting Emmen. Vanuit Emmen is er wel wat negatief sentiment richting Groningen. Dus ja, als die supporters nu heel boos zijn, en die indruk heb ik wel, wat ik ook wel begrijp, ja, dan is het misschien verstandiger om een andere man te zoeken. Het zou wel impact hebben op de sportieve prestaties, denk ik. Aangezien Lukkien wel een goede trainer is. Zeker, maar Emmen heeft best een ervaren ploeg met een prima as, vind ik persoonlijk. En ze scoren ook iets makkelijker de komende tijd. Dus ja, als je iemand hebt die voor de laatste 8 wedstrijden. Ja, maar dan denk je ook langere termijn. Terwijl in een degradatiestrijd is lange termijn denken ook weer gek. Ja, maar ik denk dat je niet aan de lange termijn kan denken nu. Toch? Nou ja, dat is wel toch wat je doet als je nu een nieuw iemand aanstelt en zo. Hoeft toch niet? Je kan er een soort crisismanager aanstellen. Ja, maar idealiter is het wel iemand die je meeneemt. Dick Advocaat is wel bezet natuurlijk. Dus dat is wel lastig. Ja, nee, ik zou niet per se Robert Maaskant aanstellen nu. Nou. Maar ja, er zijn genoeg namen, toch? Het zou wel leuk zijn. Voor de meme. Er zijn genoeg namen, zei de man die net zei. Ik zou niet weten wie het moet worden. Nee, maar ik bedoel, er zijn superveel trainers. En, ja. Je weet niet wat de verstandige keuze is. Nee. Is ook lastig. We gaan naar het buitenlands voetbal. Barça won gisteravond voor de 100ste keer El Clasico. Was wel een beetje een gekke wedstrijd. Ik vond Barça die hier wel het overwicht had. Real die het overwicht een beetje overnam. Wat kansen creëerde. En Barça in de laatste paar minuten. Ja. Maar Kessié. Heb je gehuild? Nee, zeker niet. Nee? Ik denk dat het nog een tijdje gaat duren voordat ik weer kan huilen. Ja? Ja, ik ben wel echt blij. Van Feyenoord. Ja, nee, precies. Maar omdat jouw Real Madrid natuurlijk verloor. Ik vond het beeld van Danny Cruyff met Pep Guardiola voorafgaand vond ik echt prachtig, man. Daarin zie je ook wel dat clubs als Barcelona zijn natuurlijk miljardenbedrijven die over de hele wereld verspreid zijn. Maar binnen zo'n club heb je dan toch nog een soort verenigingsgevoel wat je zelfs bij Nederlandse amateurclubs hebt. Van mensen die er al heel lang komen, die veel voor die club betekend hebben, die elkaar gewoon goed kennen. De Barça-familie. Ja, en dat bestaat dan toch nog. Ondanks dat het een miljardenbedrijf is met hele lelijke shirts en rare sponsoren. Ja, het is jammer dat die scheidsrechters ook dan tot de Barça-familie behoren. Ja, maar dat is misschien wat gek. Dit is een mooie overgang, maar ik vond het toch wel een hartverwarmend beeld. Nee, was ook geintje. Ik ben het zeker mee eens. Het was heel mooi om te zien. Barça die bij Vlagen wel echt ongelooflijk goed speelde. En dat vind ik wel heel erg knap. Het gat is nu ook 12 punten met Real Madrid. Ik bedoel, het kampioenschap lijkt wel binnen. Ik zag de cover van Marca. Die ging heel erg over die buitenspelgoal van Asensio. Wat de 2-1 voor Real Madrid moet betekenen. Ja, dat deed Willem ze best goed, maar het gat was natuurlijk echt heel klein. Maar dat is echt wel weer een beetje zo'n anti-Catalaanse voorpagina. Daarom, dus ik zag ook een tweet daarna. En die vond ik wel mooi van 1 millimeter en 12 punten. Dus ja, het gat is al zo groot dat die 1 millimeter... zou je zeggen dat Marca een beetje Real georiënteerd is? Ja, zo Madrileens... Nee, zeker, maar ik vond dat wel mooi inderdaad. Van, Oké, het was inderdaad een millimeter eng. De voetballiefhebber, denk bij iedereen, die vindt dit ongelooflijk kut. Want dit is geen buitenspel. Nee. Zo voelt het. Mm-hmm. Alleen we hebben nou eenmaal met z'n allen afgesproken dat het wel buitenspel is. Van Basten zei nog bij Ziggo, zei hij, een wijziging van de buitenspelregel. Laat een speler volledig buitenspel staan. Wat vinden jullie daarvan? Ja, ik heb hier al zo vaak discussies over, echt vorige week nog in de voetbalkantine. Ik vind dus van wel, alleen... is het zo kut om dat weer te gaan handhaven en dat weer gaan maar te checken. Maar dan heb je toch precies hetzelfde, ja. Want dan heb je ook een teen die blijft hangen. Ja, en alleen verleg je inderdaad gewoon de grens. Alleen, ik vind er wel wat voor te zeggen dat als je op het blote oog niet kan zien of het wel of geen buitenspel is, dan ja, bedoel is je blote camera-oog bedoel je? Maar dat is toch niet te doen anders? Nee, maar dat is geen regel. Maar dat je dus een regel verzint die voorkomt dat je dit soort situaties hebt. Dat je inderdaad alleen maar... Het is een zwart-wit regel. Nu krijg je dat... Eigenlijk hebben ze gewoon kut staan verdedigen. Maar dan telt dit goal niet. Ja, maar dat is de buitenspelregel. Kom, we zetten hem een haartje buitenspel met z'n allen. De buitenspelregel is niet arbitrair. Het enige wat ik vind dat er te zeggen is voor het argument van Van Basten is... dat als je dat doet, krijg je meer doelpunten. Ja. En dat is beter voor het voetbal. Ja, precies. Dus zo bedoel ik hem ook meer. En toch ook terechte doelpunten. Ja, nee, de buitenspelregel die is nu helemaal zoals die is. Nou, ik zou er echt wel wat van vinden als je een marge hebt... waar je dus... Je mag 10 centimeter buitenspel staan. Ja, maar dan blijf je toch datzelfde... Ja, dan wordt het nog veel erger. Dan krijg je weer dat het... Ja, maar nu is het alleen maar een schouder... en de vorige keer was het een schouder en weet ik veel. Maar voor mij als voetbalkijker zou ik dat meer... maar even een modewoord gebruiken, satisfying vinden. Wow. Omdat je dan echt een goal ziet. Dit was de kikker van maandag 20 maart. Ja, maar dan zie je alleen super maar terechte goals. Super veel plezier bij ESPN verder, Audrey. Ja. Nee, maar dan zie je niet alleen maar terechte goals. Het is want dan zie je in ieder geval niet van die halve millimeter goaltjes die dan afgekeurd worden. Ja, maar uit een halve millimeter kun je ook voordeel halen. Maar had Real nu verdiend om op voorsprong te komen? Ja, maar dat maakt allemaal niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Ja, dat vind ik dus stom. Daar moet het toch om gaan in voetbal? Ja, dat kan best dat je dat stom vindt, maar daarvoor hebben we toch die regels niet. Ja, maar ik snap ook wat jij zegt, dat het niet wordt aangepast en dat je dan weer de discussie verlegt. Ja. Maar ik vind er wel wat voor te zeggen. Het zou meer satisfying zijn. Ja. Hoe fijn is het om Frenkie weer te zien dit seizoen? Super satisfying. Nee ja, hij is zo goed, man. En het is heel nice dat hij de enorme tik die hij gekregen heeft van de haatcampagne van FC Barcelona zelf zo erg overwonnen heeft. En dat zegt denk ik superveel over het karakter wat hij heeft en de persoonlijkheid die hij is, dat hij daar gewoon boven staat. Als jij als voetballer boven de negativiteit die de eigen club over jou uitstrooit kan staan, dan ben je echt een heel groot mens. Ik vond dat ook, man. En wat hij nu... Hij krijgt natuurlijk van iedereen complimenten, dus wij kunnen ons achteraan in de rij aansluiten. Ja. Maar het is wel echt weer een beetje magisch wat hij af en toe laat zien. Die versnellingen aan de bal. Maar dat hij ook... Hij gaat moeite... Barca had gewoon die fase dat ze gewoon echt tiki-taki aan het doen waren. Gewoon driehoekjes op het middenveld. Gewoon puur om Real te treiteren. En Frenkie, hij is daar fucking goed in. Hij kan lopen met een bal. Hij heeft een goede paas in de diepte. Hij is dan zo compleet als... En geen enkele verontwaardiging. Maar je moet dus op hem letten hoe vaak hij ook de bal vraagt. Dan staat hij weer zo met zijn armpjes. Terwijl je dan eigenlijk denkt van... wil je nu wel de bal? En dan krijgt hij de bal en dan denk je, oh ja. Ja, je doet er toch wel iets goeds mee. Ja, maar het is gewoon... kijk, hij staat niet bekend als een snelle speler. Maar als die voetjes zo gaan lopen... vlak voor de aanname... Nee, maar vlak voor die aanname is hij zo snel weg. Dat als hij gedekt staat, dan zet hij een paar stappen... en dan heeft hij toch 2 meter voor zichzelf gecreëerd. Dat is heel knap. Dat is ongelooflijk knap. Daarom wordt hij ook zo vaak neergehaald. Nou ja, niet toch? Hij stapt uit heel veel trappen. Redelijk vaak, hoor. Nou, ik vind als je ziet hoe vaak hij nog gewoon uit benen stapt die ergens rondvliegen. Ja, maar dat moet je voorstellen dat je dus denkt dat je iemand goed gedekt hebt en 1 aanname en hij is weg. Dan hij is zo snel. Trap je even na. Dat zie je bij hem wel gebeuren. En je ziet ook dat hij heel vaak met de scheids loopt te praten van hallo. Dat vind ik wel vervelend. Ja. Maar dat is echt een Barca-trekje. Ja, dat hebben ze bij jou helemaal niet. Nee. Laten we het over het Italiaanse voetbal gaan hebben. Ik vind dat je wel... Kijk, ik snap dat jij fucking erg voor Real bent, maar je moet wel proberen objectief te zijn, vind ik. Ja, zeg ze. In Italië, de derby della capitale. Lazio tegen Roma. Het liep weer zijn ouderwets uit de hand. Ja, man. Volgens mij is er geen stadion in de wereld waar het contrast zo groot is. Dus als er 30.000 man zit of als er 70.000 man zit. Je ziet gewoon werkelijk overal vlaggen dan. Weet je wel? En niet dat je dan van die standaard vlaggetjes ziet die door de club zijn neergelegd. Maar gewoon verschillende soorten vlaggen van mensen die het super intens beleven. En ik snap die stadioncultuur nog steeds niet zo heel goed. Dat je dan alleen bij dit soort wedstrijden gaat. AZ is het half stadion. Ja, precies. Maar ja, dan kijk je naar waarschijnlijk thuis. Het zal een financiële, component hebben. Maar ja, dit is wel... de trainer van Spakenburg zou zeggen... dit is geen voetbal, dit is leven. Toch? Ja, maar ik denk dat dat natuurlijk wel zo is. Alleen dan voelt het inderdaad wel gek dat het dan... tegen AZ dat dan niet zo is. Want dat is toch een extra mogelijkheid. Ja, en wat doe je extra anders op donderdagavond? Ja. Of dinsdagavond? Ik denk dat ze daar toch in Italië te arrogant voor zijn. Te arrogant? Zeg je nou dat Italianen arrogant zijn? Ja. Dat ze dan toch denken van... ja, wordt wel gewonnen. Het is maar AZ. Het is mijn geld niet waard. Nou ja, dat moet het haast wel zijn. Ja. Ze kijken daar natuurlijk ook meer in restaurants en zo. Maar ja, uiteindelijk vond ik het voor Lazio wel vet. Ik... heb eigenlijk met allebei de clubs niet bizar veel. En dat het dan nog even lekker uit de hand loopt, vind ik ook goed. 5 rode kaarten vind ik dat je niet echt zo mag tellen. Want ja, rode kaarten aan mensen die niet op het veld staan, ja. Nee, tellen die niet mee? Ja, wel minder, toch? Ik zat even Fulham United ook nog te kijken. Daar maakte Willian Hens, was overduidelijk, VAR ging kijken. En voordat hij bij dat scherm is, krijgt Marco Silva rode kaart. Toen kreeg Willian rood. En Mitrovic, die draaide helemaal door. En die geeft die scheids een zet en die krijgt ook rood. Maar het ergens nog, hij werd nog weggehaald en toen kwam hij weer terug. Man, maar die gozer knip. Ik las een prachtige tweet van Mitrovic. Mitrovic IQ is lager dan de kamertemperatuur. En vond ik een beetje denigrerend, maar wel heel grappig. En ik weet ook niet of het onwaar is. Ik vind vooral denigrerend. Ja. Nee, hij heeft dit seizoen wel, volgens mij is het beste seizoen. Ja, het is een gruwelijke spits. Bij Anderlecht, bij Newcastle United. Maar ik vind dat altijd een beetje makkelijk. Ik denk dat het ook op temperament zou kunnen. Maar ik hou daar ook wel van. Beetje ja, maar ik vind temperament juist ook heel makkelijk. Want nee, man. Waarom doet het dat? Ja, hij is temperamentvol. Ja. Doet het, het is dus sommige mensen hebben gewoon hun emoties niet onder controle op bepaalde momenten. Ja. Je werkt en die werken dan bij Volkswagen. Nee, maar ja, dat is ook wel waar misschien. Maar ik vind dat je daar als profvoetballer ook gewoon mee om moet gaan. Zeker als je 100%. In de top speelt. Dus dat je hem dat wel kan verwijten. En het enige wat ik wel een beetje dubieus vind, is dat de grens is best wel opgerekt. Er was een tijd dat je gewoon scheidsrechters echt niet aan mocht raken. Als je bijvoorbeeld Bruno Fernandes nu vaak ziet, die geeft scheidsrechters ook een soort halve duwen. Maar die doet dat dan in die Portugese slinksheid iets slimmer. Ja. Maar ja, ik vind dat... Je moet gewoon van die scheidsrechters afblijven, man. En ook van elkaar naar een wedstrijd, toch? Zoals bij Lazio en Roma. Dat is het toch ook niet. Zag je ze wel met die volgens mij is een adelaar. Mijn vogel is om te janken. Soms zo te springen uit die vogel. Ja, ja, dat is wel echt een bizarre sfeer. Ja, Marianne Thieme, die had het verschrikkelijk gevonden. Maar het zag er ook heel gek uit. Want die arm ging op en neer en die adelaar, die hield zich net. Maar die adelaar zat ook echt alsof het niet gebeurde. Maar wat moet die adelaar verdoofd zijn? Want anders dan ga je toch om je heen pikken, zo? Tenminste, als ik een adelaar was geweest, dan had ik dat wel. Ik was gewoon weg. Jij reïncarneert sowieso als een adelaar. De adelaar leeft. De Lazio won, wat positief was. Want daardoor blijven ze in jacht op Napoli. Het gat is nog maar 19 punten. Ja. Dus Napoli, die stretst zich voor ons. Ja. Nee, Napoli is klaar. Die wonnen 4-0 van Torino. Maar wie staan er boven? Atalanta, Milan of zo? We hebben Napoli met 71 punten. Lazio met 52 punten. Inter met 50 punten. Milan met 48. Roma met 47, Atalanta 45 en daarachter Juve. Oh, echt? Oh. Dat is wel knap won. En stiekem, als ze die 15 punten aftrek niet hadden gehad, gewoon tweede hadden gestaan. Ja, want altijd dat Juve weer. Weet je waar ik helemaal aan zit? Dat is wel knap, toch? Ja, dat is knap. Maar ik heb ook niks met Juve. Afstand de grootste begroting, dus wat dat betreft. Waar ik geen zin in heb, is dat mensen nu weer dat hele rijtje op gaan sommen van AZ won van Lazio, Lazio won van AS Roma. Nee. Weet je, nou ja, goed, dus Feyenoord wint ook. Weet dus Feyenoord wint Eredivisie. Ja, en ook van AS Roma, want weet je wel... Feyenoord om weer van AZ, daar heb ik geen zin in. Je hebt er geen zin in, maar je doet het wel. Ja, want heel veel mensen gaan het doen. Ik wil je alvast waarschuwen. Ja. Hierbij. Timmer je ramen dicht. Mooi. Op het laatste moment van de daily nog even een waarschuwing en een tip van Mart ten Have. Ja, man. Mag ik nog heel even zeggen dat ik enorm genoten heb van Go Ahead zaterdagmiddag. Zeker. Dat ik echt een van de leukste dagen. Maar 13 keer ingefietst vandaag. Ja, maar het was zo mooi. Maar ik ga er nu niet meer over te zeggen, maar ik heb echt een werelddag al. Ja, dat is mooi. Heb je veel gesopen? Nou, nee, kan ik niet. Maar zo'n lekker lentezonnetje zaten. Ja, dat is wel lekker. Dat is mooi. Mooi. Geniet van het leven, Martje. Dankjewel. Ja, Audrey, heel erg bedankt. Ja, bedankt. Kom weer vaker langs. Zou het gezellig zijn. We zien je nu voor het eerst sinds... 2 jaar. Nou, 1,5 jaar zou ik kunnen zeggen. Maar heel erg gezellig. Thanks. En alle kijkers, alle luisteraars, heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. En wij zijn er morgen gewoon weer. Ciao.